Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Wim's Hardloop Channel. Leuk dat jullie weer kijken en vandaag ga ik het hebben over een van de minst leuke, maar toch belangrijke onderwerpen van het hardlopen. En dat is namelijk hardloopblessures. En in het bijzonder ga ik het in deze aflevering hebben over de heupblessure. De heupblessure is namelijk een van de meest voorkomende hardloopblessures die je ziet bij hardlopers. En die voel je als pijn in de heup uiteraard. Dus in deze video ga ik je uitleggen wat die heupblessure precies is en hoe je deze het beste kan voorkomen. En als je hem toch hebt opgelopen, hoe je daarvan kan herstellen. Heb je nou nog niet geabonneerd op Wim's Hardloop Channel? Vergeet dat dan zeker niet te doen, dat kan hieronder. Zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een betere en sneller hardloper kan worden. Maar nu in deze aflevering ga ik je alles vertellen over die heupblessure. Voordat ik ga vertellen hoe een heupblessure ontstaat of hoe je het beste het kan voorkomen, ga ik eerst uiteraard vertellen wat een heupblessure is. En er is een heel duur woord voor. Ik heb ervoor geoefend, maar als ik het toch nog verkeerd uitspreek, dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Maar het heet ook wel het tractus iliotibiaal frictiesyndroom genoemd. Nou, dat dure woord mag ik gelijk vergeten. Het gaat namelijk om de peesplaat die langs je heup naar de boven of naar je knie loopt. En eigenlijk die peesplaat zorgt ervoor dat jij je been in alle richtingen kan bewegen. Nou, wat is dus nou die heupblessure? Dat is overbelasting van die peesplaat. Bij elke stap die je zet gaat die peesplaat over het heupbot heen. En doordat het vaak gebeurt en als je niet goed loopt, dan kan er overbelasting ontstaan aan die peesplaat. En dan voel je die pijn na het hardlopen in die heup. Dat is niet de enige reden. Uiteraard kan ook een slijmbeursontsteking ontstaan in die heup, wat ook veel voorkomend is. En dat, eigenlijk heeft dat ook dezelfde oorzaken als die overbelasting van die peesplaat. Dus dat is eigenlijk een heupblessure bij het hardlopen. Ik ga je eerst vertellen hoe die heupblessure ontstaat. Want als we weten hoe die ontstaat, dan weten we ook wat we er tegen kunnen doen om het te voorkomen. Hoe ontstaat nou die heupblessure? En eigenlijk is het net zoals de meeste hardloopblessures, is door te snel te veel willen. Denk nou niet als je net begint met hardlopen dat je gelijk rechtstreeks die marathon kan uitlopen. Vaak met beginnende hardlopers vallen uit de hardloopblessures. En heupblessures is er ook een van door te veel te willen. Dus bouw het hardlopen echt langzaam op. En laat je lichaam op een rustige manier wennen aan het hardlopen. Dus dat is eigenlijk de grootste voornamelijke reden waardoor die pijn in die heup ontstaat. Nou, andere reden kan ook zijn een verkeerde loophouding. Stel je loopt wat naar links of naar rechts of naar voren. Dan komt er net iets meer druk op die peesplaat te staan. Waardoor je dus meer kans hebt op die hardloopblessures. En dat daarna gelijk al bij de derde oorzaak is dat je te veel overpronatie hebt. Dus zoek naar goede hardloopschoenen die past bij jouw manier van lopen. Misschien heb je een inlegsoltje nodig of heb je een andere hardloopschoen nodig. Laat het nakijken als je veel last hebt van hardloopblessures. Dus dat zijn de redenen waardoor die heupblessures kunnen gaan oplopen en ontstaan. En hoe je het ook een beetje kan voorkomen is dat je een goede warming-up of cooling-down doet. Dus niet gelijk als een gek gaan rennen, want dan krijg je lichaam ook die peesplaat niet de tijd om even op te warmen voordat het echte werk begint bij die hardlooptraining of hardloopwedstrijd. Dus dat zijn eigenlijk de redenen hoe een hardloopblessure kan ontstaan. Nu we dus weten hoe die hardloopblessure ontstaat, die heupblessure, weten we ook wat we er tegen kunnen doen. Nou, zoals we weten is dat de grootste reden waarom die pijn ontstaat, is dat we te snel te veel willen. Dus het belangrijkste is gewoon het hardlopen op een langzame en verantwoordelijke manier opbouwen. Het voorkomt niet alleen die heupblessure, maar ook voor heel veel andere blessures en heel veel leed. En je wil natuurlijk het plezier in het hardlopen houden als je net begint met hardlopen en niet gelijk aan de kant staan. Dus daarom bouw het hardlopen langzaam op. Nou, om specifiek die zorgen dat die peesplaat niet overbelast raakt, kan je ook door middel van krachttraining zorgen dat die
peesplaat sterker wordt en dus minder snel overbelast raakt. Dus het is belangrijk om die bilspieren, koor en bovenbeenspieren goed te trainen door middel van krachttraining. Nou, daar kan je een aantal oefeningen voor doen, zoals bijvoorbeeld een squat, lunges en buikspieroefeningen. Dus zorg dat je lichaam om dat gebied een stuk sterker wordt, beter met die belasting kan omgaan die bij hardlopen komt kijken en dus snel minder overbelast raakt. Dus dat is het belangrijke. En als laatste is het ook nog belangrijk om goed te kijken naar je loophouding. Merk je dat je veel last hebt van hardloopblessures en hij blijft terugkomen, ook al doe je het langzaam opbouwen. Misschien leg het wel in je loophouding. Dus kijk daar goed naar. Neem bijvoorbeeld een video van jezelf op en analyseer of jij misschien verkeerd loopt. En dan vertrouw je het niet. Ga dan naar een hardloopspecialist of een loopcoach en laat dan even je loophouding nakijken. En misschien heeft diegene wat tips om te zorgen dat je loophouding verbetert. Heb je nou toch onverhoopt die heupblessure opgelopen? Wat kan je dan doen om sneller te herstellen, om een beetje die pijn te verlichten? Nou, het belangrijkste is dat je rustig aan gaat doen. Dus heb je pijn in die heup na het hardlopen, hou dan niet je trainingsschema aan, maar neem echt wat extra rust om te zorgen dat die pijn verdwijnt. En als die pijn weg is, dan kan je weer langzaam het hardlopen oppakken. Eigenlijk hoe je het net zo met andere hardloopblessures dat ook doet. Dus dat is één ding. Ten tweede kan je hem ook, uiteraard is het verstandig om hem te koelen. Dus doe met een ijspacker op en koel hem. En dat zorgt ook een beetje dat die zwelling niet toeneemt en dat je sneller herstelt van die heupblessure. Een andere manier om ook weer een beetje rust te krijgen in die heup is om door de peesplaat een beetje te rek en strekken. Dat kan je bijvoorbeeld doen om op één been te gaan staan en je ene been van links naar voren ervoor zwaaien. Dan voel je een beetje die rek in die heup en dat zorgt ook op een beetje verlichting voor die heupblessure. Dus dat is ook wat je kan doen. En zo zijn er nog een aantal manieren om die peesplaat te masseren, bijvoorbeeld door een foamroller te gebruiken en daar overheen te rollen, zorg je ook dat die spier wat meer ontspant. Het is juist belangrijk dat die belasting eraf gaat en dat die spieren tijd krijgt en rust om weer helemaal te herstellen. Dus dat zijn een aantal dingen die je zou kunnen doen om zo snel mogelijk te herstellen van die heupblessure. Zo, we zijn weer aan het einde van de video, van deze aflevering over de heupblessure. Ik hoop dat jij al altijd hebt kunnen voorkomen om die blessure op te lopen en zo niet. Dan weet je in ieder geval hoe je beter kan herstellen van die heupblessure. Heb jij nou ooit zo'n blessure opgelopen? Laat dat weten in de reacties hieronder. En wat heb jij toen gedaan om te zorgen dat je sneller kon herstellen van die heupblessure? En daarnaast heb jij nog een goede tip om het te voorkomen? Dan ben ik ook zeker benieuwd en laat dat ook weten in de reacties hieronder. We hebben er alles geprobeerd en je blijft last van die pijn hebben in die heup. Neem dan zeker contact op met een sportfysioloog en laat echt een professioneel ernaar kijken. Zodoende dat je niet meer die spaceplaat of die heup verder beschadigt. Dus dat is wel een belangrijke tip die ik echt aan iedereen wil meegeven. En eigenlijk voor alle hardloopblessures geldt. Blijf je er langere tijd last van hebben, neem dan contact op met een professioneel. Dit was in ieder geval het einde van mijn video over de hardloopblessure. Heb je nog niet geabonneerd op Wim's hardloopkanaal? Dat kan hier. Zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een betere, snelle hardloper kan worden en hoe jij de hardloopblessures kan voorkomen. En hiernaast komen nog een aantal video's over andere hardloopblessures, zoals de scheenbeenvliesontsteking en de lopersknie. Dit was in ieder geval Wim Groendijk en tot de volgende video.